Goedemiddag allemaal. Ik ga even mijn live opzoeken en dan ga ik hem even delen. Degene die al meekijkt, als die hem ook willen delen, dat zou echt heel lief zijn. Dan is het voor mensen makkelijker om onze lives te vinden. Goedemiddag voor degenen die al binnen zijn gevallen. Ik was nog heel even mijn live aan het delen. En dan gaan we aan de slag. Jullie hebben vanmorgen al naar Nathalie kunnen kijken om 11:30. Die had toch ook weer iets onwijs gaafs gemaakt met die slimline mal waves. Ik ga met de andere Dutchie Bloem al uit de koediebek werken. Zo. Nou, deze kan weg, hè. Die hebben we niet meer nodig. Ik kan er heel even uithalen, want dan schittert het niet zo. Dankjewel, Sandra. Ik moest even een slokje water nemen, hoor. Nou, gezellig dat jullie meekijken. Het zal niet zo heel druk zijn met de kijkers vandaag, met het prachtige weer. Maar gelukkig kunnen we altijd alle video's weer terugkijken op ons YouTube-kanaal. En dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar ik ga werken met deze leuke mal uit de koediebag. Even achter, een zwart velletje erachter leggen. Zo, dat is deze mal. Het is een Shape Art. En het is de Shape Art Linda. Als ik het goed heb. Ja. Die ga ik gebruiken. Daar ga ik iets leuks mee maken. En natuurlijk het leuke decentpapier. Diep in de zee. Nou, die had Nathalie natuurlijk ook al uitgebreid laten zien hè, vanmorgen. Dus ik ga hem eventjes vluchtjes doorheen. Er zitten natuurlijk 3 vellen met superleuke plaatjes in. Aan de andere kant van 1 knipvel zit ook een decentpapiertje. Nou, deze is natuurlijk ook fantastisch hè, met die borders. Oh, ik zal hem even omdraaien. Deze. Aan de andere kant een leuk streepje. Vuurtorens met een ruitje. De submarine met een golfje. Het zigzagje, dat is mijn favoriet. En de ankertjes. De leuke zeilbootjes. En een roosruitje. Een onderwatertafereeltje met zeewier en een zeeegel. Ook een soort ruitje. Een stipje. En nog een keer een golfje. Een roosstreepje. En een blauw-wit dotje. En dan hier het duikertje. En dan een soort bubbeltje. Dat is het decentpapier wat erin zit. Even gewoon vlug doorheen. Hè, want ja, de meeste van jullie hebben het ondertussen wel gezien. Want het bestaat natuurlijk al wat langer. Ik zie weer dat het beeld af en toe gewoon nog weer steeds 2 of 3 seconden zwart wordt. Of 1 seconde. Ik heb ook geen idee waar dat vandaan komt. Ik hoop niet dat dat heel irritant is. Het is echt 1 seconde. Kijk of hij...
Nou, we zullen het er maar even mee moeten doen, hè. Kijk, hij is nu... Even kijken hoor. Wat is er nou gebeurd? Andersom. Ja. Dan sprong hij in ene naar... Nu zie je het goed, hè? Ja, nu zie je het goed. Wat raar. Hij ging in ene naar de andere camera toe. Ja, ik heb geen idee waar het vandaan komt. Maar ik hoop dat jullie het niet te vervelend vinden. Nou, ik ga even alle spulletjes erbij pakken. Het is dus deze mal. Ik ga even alles, alle onderdelen pakken. Zo. En die heb ik 3 keer uitgetekend. Ik heb hem ook, ik heb hem 3 keer uitgetekend. Ik zie dat hij hier een beetje een raar kabbeltje heeft. Zal ik even mooi wegmaken. Zo. Nou, op de voorste, daar komt dit leuke zigzagje op. De mal is natuurlijk zo, hè. Hij is grotendeels natuurlijk wit. En het mat gedeelte, dat is eigenlijk een rectangle, dus met afgeronde hoeken. Een rechthoek met afgeronde hoeken. Nou, deze komt dan gewoon hierop. Ja. Op die andere twee, daar maak ik pockets. En dan heb ik voor eentje heb ik leuk de lichtblauwe streepje. En het andere heb ik het roze ruitje gedaan. En dan heb ik bij het roze ruitje maak ik een pocket van het ankertje. En bij het streepje maak ik dan een pocket met het golfje. Dus zo gaat die dan worden. En daar komen dan 2 leuke labels in. En ik doe er dan een craft label in en een witte label doe ik erin. Dat zijn de labels. Die leg ik nog even apart, want die hebben we niet nodig. We beginnen met de voorste. We gaan ze aan elkaar maken straks met een splitpen. Maar ik begin even met het voorste gedeelte, want daar ga ik een shaker op maken. En die shaker die ga ik maken met deze leuke mal van Marianne Design. Dat is deze, die dat touw, zeg maar dan in de rechthoek. Want die past daar natuurlijk wel ontzettend mooi op. Kijk eens. Daar ga ik dus een shaker mee maken. En ik heb ook al een stukje cardstock voor het achtergrondje. Want ik ga er een achtergrondje met wolkjes op maken. En Mika natuurlijk, want dat mogen we niet vergeten. Nou, het Mika en het achtergrondje, dat zijn is een stukje van 8 bij 12 centimeter. Daar knip ik alleen straks nog even die hoekjes af. Hè, dat het eigenlijk een soort rechthoekjes worden. Zodat die mooi wegvalt in mijn hoekjes. Want mijn hoekjes lopen natuurlijk rond. Dus ik ga deze hoekjes eraf knippen. En als het goed is... vallen die dan weg in mijn... Ja, dan valt die helemaal weg. Nou, deze ga ik wel vast vastzetten met het 3 mm power tape. Dat is die met de blauwe. Met het blauwe folie. Kijk, en ik pak die 3 mm, dus dan kan ik hem lekker rondom leggen. Dan hoef ik hem niet af te knippen. Zo, kijk. Dan kan hij gewoon lekker uit één stuk. En dan hoeft hij niet af te knippen. Hoef ik hem niet af te knippen elke keer. Ik duw hem met mijn vouwbeen eventjes een beetje aan.
moment dat je je tacky tape goed, of je power tape in dit geval, goed op je papier duwt, dan krijg je het er straks makkelijker het beschermlaagje af. Het beschermlaagje, dat haal ik er eigenlijk altijd af. Tenminste, dat maak ik even los met die, of met deze, met de waxpen. Of ik gebruik die pick and tool, ligt er net aan wat ik in de buurt heb. Zo. Dan haal ik aan beide kanten haal ik een hoekje los. Dan pak ik mijn plaatje Mika. En die leg ik er dan op één hoekje vast op. Kijk, ik heb hem natuurlijk nu nog niet op de hele hoek gelegd. Waardoor ik hem nog los kan halen. Ik wil natuurlijk wel dat hij aansluit op mijn hele rechthoek. En daar ga ik nu voorzichtig en stukje voor stukje mijn Mika eraf halen. Kijk, dan zie ik dat ik hier nog een heel klein stukje er langs loop. Ja, dat hij ernaast loopt, nou dat vind ik niet mooi. Dus die maak ik dan nog even los. Zo. Even goed aanduwen. Misschien had ik hem 7,8 moeten knippen in plaats van 8 bij 12. Dat had misschien beter geweest. Nou. Die leg ik apart, want die ga ik straks pas weer gebruiken. Want ik ga nu eerst mijn achtergrondje maken. En die ga ik maken met dit leuke wolkmaskje van Dutch Doobadoo. Dat is de A6 Clouds. 741001. Heel leuk wolkenmask. Kijk, en als ik die dus een beetje zo opleg... Stukje mallentape. Dan kan ik een heel mooi wolkenachtergrondje maken. Even kijken of ik hem ietsje hoger wil. Ja, ik wil hem ietsje hoger. Dan ga ik hem hier zo vastplakken. Nou, en ik ga dit keer mijn wolkjes maken met... Kijk, waar is mijn borsteltje? Met een Memento Summer Sky. Een mooie blauwe kleur voor de lucht. Zo. We hebben natuurlijk zoveel mooie kleurtjes... om de lucht mee te maken. Ik dacht van, laat ik weer eens een keer de Memento pakken. En dat doe ik lekker met de blending brush van Studio Light. Hè. Dit is de 2 centimeter, de 20 millimeter. Die hebben we in een setje van 6 volgens mij en in een setje van 10. Als ik het goed had. Oh nee, een setje van 5 en een setje van 10. Ik vond deze kleur blauw ook mooi bij mijn decentpapier passen. Dus vandaar ook dat ik deze kleur blauw heb gekozen. En ik dacht, ik pak weer eens een keertje het A6 mask. Want die is natuurlijk ook heel leuk. En vooral als je maar een heel klein stukje moet doen. Kijk, ik
krijg ik ook gewoon een hele mooie blauwe lucht. Kijk eens hoe schattig deze nu is. Zo. En dan ga ik even een papiertje pakken. Of een vochtig doekje eigenlijk, hè. En een keukenrolletje. Even mijn inkt eraf te halen. Van mijn werkblad. Zodat het niet overal komt. Dat ruim ik straks alweer op. En nou zat ik te denken. Moet daar ook natuurlijk eigenlijk wel een zonnetje op, hè. Pak eventjes een stukje wit. Zo. Nou, ik leg het even in de buurt hoor. Even in zicht. Daar moet natuurlijk wel even een mooi zonnetje op, dacht ik. In ene. Dat is natuurlijk gewoon weer een spontane ingeving. Zo, nou, die gaan we nog even gauw ook op kleur brengen. Hoi Chantal. Gezellig dat je meekijkt. Nou, dit is wel een hele mooie kleur voor een echte felle zon, hè. Dat is de Dandelion. Dus die gaan we lekker de zon meemaken. Even kijken hoe ik dat precies ga doen. Ik denk niet dat ik hem helemaal doe, maar dat ik hem eigenlijk een beetje uit de hoek laat komen. En dat doe ik gewoon met een cirkelpons van Fase. En dit is de 1,5 inch. Dus dat zal ongeveer, wat is dat? Ja, zo'n 3,5 centimeter denk ik. Kijk eens wat een mooie, felle, gele zon we nu hebben. Zo. Kijk, nou dat is toch perfect. Deze kleur staat niet op het blog, maar die zet ik er straks nog wel heel eventjes bij. Zo. En even mijn blauwe borsteltje afvegen. Nou, dan heb ik nu dit en dit. En dan heb ik nog zand nodig. Dat zand, dat heb ik gemaakt met die leuke strandborders, zoals deze. Dat zijn eigenlijk de duinen van Marianne Design. De LR0809. Mocht je iets willen bestellen in wat je in mijn live ziet, dan kan je dat doen onder de tikkie van Joyce van vanmorgen. En daar kan je ook de dingen die je gezien hebt bij Nathalie bestellen, of die je vanavond nog bij Linda ziet. Die kan je allemaal daar bestellen onder de tikkie van Joyce. Want die blijft gewoon openstaan. En je shopt dan natuurlijk ook nog met 15% korting. Nou, gelukkig heb ik er meerdere uitgestanst. Even kijken. Nee, dit valt zo meteen weg, hè? Dus dan als dat niet helemaal recht is, is dat niet zo problematisch. Want ik knip dat zo meteen nog een beetje bij. Nummer 2. En dan heb ik nog 1 smalle nodig. Dat is deze, dat is nummer 3. Zo. Dus we maken even een strandtafereeltje voor achter het Mika. Maar dit is natuurlijk zand, dus ik ga hem wel een heel klein beetje aanzetten.
dat hij aan de bovenkant, aan de rand, iets donker is. Goedemiddag Jolanda, leuk dat je meekijkt. Gezellig dat jullie allemaal toch nog meekijken met het hele warme weer. Want het is echt puffig geblazen hoor. Zo. Nou, dat ga ik doen met de Desert Sand. Even boven. Met de Desert Sand heb ik ook zeg maar het touw een klein beetje aangezet. Heel lichtjes. Maar dan zie je even wat kleurverschil. En dan ga ik dus ook nu heel even mijn zand mee aanzetten. Dat als ik straks laagjes opbouw, dat ik een klein beetje verschil zie wat waar zit, zeg maar. Waar welke zandlaag begint. Want anders dan is het allemaal zo één kleur. En ik heb gewoon een kleurtje beige decempapier gepakt. En deze komt uit het blokje, welke was dit ook alweer? Christmas Cottage. Dat is het kerstblokje van vorig jaar van Studio Light. Vond ik echt een mooie kleur zand die erin zat. Kijk, als ik hem dan nu op elkaar leg, kijk, dan krijg ik gewoon een overloop te zien. En dat is natuurlijk wel mooier als dat je alles in één laat, zeg maar. Dezelfde kleur, want dan zie je geen overloop. Zo. Ook even schoonmaken. Dus nou, deze komt hier. Dan heb ik dat hele leuke strandhuisje van Design bij Anna. Maar dan moet ik even nog iets bijzoeken. Oh, hier is hij. Die heb ik uit een streepje gedaan. En heb ik even met... ik heb zo'n kleine ponsenset van Vase. Daar zitten deze drie maten ponsjes in. Dat is echt super handig. Heb je drie kleine ponsjes. En heb ik met de middels heb ik even een cirkeltje uitgeknipt. En die lijm ik even vast. Oh, dat is wel lekker. Dat je het lekker cool hebt. Oh, deze even terug. Jullie zien waar ik... want ik heb even die dakjes klein... En nou, dit is zeg maar de... boven het deurtje heb ik even een heel klein beetje beïnkt. En want ik wil... Dat de binnenkant, zeg maar dat je als je naar binnen kijkt... Hè, dat dit het raampje is. Nou... Hier moet ook nog een stukje wit achter. En ik had een stukje wit bewaard. Want kijk, dit is natuurlijk de deur. En als je daar natuurlijk er nu doorheen zou kijken, dan zie je de lucht. Nou, dat is natuurlijk niet zo heel erg handig. Dus ik ga hier ook nog even een klein stukje wit achter plakken. Doe maar even ietsje groter. Zo. Kijk, want dan vind ik het mooier. Als ik hem, want hij gaat niet helemaal erop. Een deel komt erop, dat hij zo aan de zijkant er achter vandaan piept. Zo. Kijk, deze komt dan straks in het zand te staan. Dit is mijn tweede laagje zand. Dan komt hij in mijn laatste laagje zand komt hij te staan. Op deze manier. Kijk, pootjes die komen in het zand strakjes. Een beetje zo. Dan komt hier een hoekje, een zonnetje. En dan heb ik een heel schattig zeemeerminnetje. En die komt dan hier zo... Boven het. Zo boven de zee uit. Dit is natuurlijk het zand, hè, want je ziet op het zand en dan heb je de horizon en daar zie je haar. Dus
Ik zou nog eventueel een golfje kunnen doen. Misschien één golfje. Dat is misschien wel, had misschien wel leuk geweest. Zal ik dat doen? Even kijken. Ja, is misschien wel leuk. Even één golfje pakken. Even een klein golfje. Moeten we toch maar even met diezelfde blauwe doen, want dat vind ik toch wel de mooiste blauw. Heel klein beetje aanzetten. Niet te veel. Kijk, een klein beetje. De lucht en de zee hebben een beetje dezelfde kleur. Maar ja, we zitten ook we zitten aan de Mediterrane Zee. Daar is het water mooi blauw, zeg maar. Dus we gaan toch nog even een klein golfje erachter plakken. Deze ga ik eerst hierop plakken. Want ik wil maar een heel klein stukje golfje hebben. Dat ik daar de zeemeermin achter vandaan kan laten komen. Dus het is echt gewoon een heel klein golfje. Zo. Dat is mijn tweede strookje zand. En dan is dit mijn derde strookje zand. Of had er nou toch nog eentje tussen gemoeten? Nee, we doen hem zo. Kunnen er ook nog... Even een klein reepje afknippen natuurlijk, hè. Zo. Kijk. Deze komt dan hier. Dan komt mijn zeemeerminnetje. Die komt hier. Even kijken. Met deze bovenuit. En dan komt mijn huisje. Die komt hier deels in dit zand. En mijn zonnetje, die komt er dan. We kunnen ook een beetje in het midden zetten. Dus nou, het zeemeerminnetje, die gaan we natuurlijk een beetje achterplakken. Maar ze moet natuurlijk wel zichtbaar zijn. Achter mijn raampje. Ja. Zo. Ik moet even mijn andere pen pakken. Gelukkig heb ik er altijd meerdere. En dan is het denk ik natuurlijk net de laatste. Dat zal je altijd zien. Zo. Deze kan er ook op. Wat ik zo meteen te veel heb, dat kniep ik er eigenlijk gewoon af. Ik leg het ter hand een beetje
over de golf uit zo. Kijk, dit heb ik te veel. Nou, dat knip ik er dan gewoon af, want anders valt dat straks natuurlijk weer onder mijn rand uit. En dat vind ik niet zo mooi. Dan had ik hier natuurlijk mijn huisje. Die gaat er ook voor een deel op. Dat zal ongeveer de helft zijn, denk ik. Knippen we er ook weer af. Alles wordt geamputeerd of gesloopt. Dat zien jullie. Het zonnetje, die komt zo meteen hier. En dan had ik, want dat vond ik eigenlijk wel schattig, maar ik ga hem ook weer zoeken natuurlijk, want hij zit in mijn bakje met alles en nog wat. Zo, kijk, daar is die, kijk. Mijn krabbetje. Die komt hier nog op het zand. En dan heb ik daar ook nog twee witte oogjes voor als het goed is. Eén. En ik moet nog zo'n klein mondje hebben. Hier heb ik zo'n mondje. Dit is dat krabbetje van de zeeaccessoires van Craftland. En dat zijn deze. Die zijn toch gewoon te schattig. Zo. En hij krijgt het wordt een beetje een donkerpaars krabbetje. Omdat ik dat wel weer leuk vond bij de staart van de zeemeermin. Even kijken, waar is mijn andere oogje? Moet die kleiner zijn. Is niet zo handig, hè? Ik heb het gewoon allemaal in het bakje gegooid. Ja, deze moet ik hebben. Zo. Die grotere, die zijn voor de inktvis. En deze, dit zijn die wat kleinere. Die moeten dan op het krabbetje. Zo. En dan moet ik mijn zwarte multiliner nog hebben. Wacht even, hij zit een beetje scheef. Dat is niet mooi. Zo. En dan krijgt hij nog even gewoon zo'n zwart stipje. Kijk. Die komt dan een beetje zo hier. Want die kruipt omhoog over het zand. Kijk, een beetje een reuzenkrab, hè. Zo voor het strandhuisje langs. Goed aanduwen. Nou, dan natuurlijk mijn zonnetje moet nog. En die doe ik deze keer gewoon lekker in het midden. Aan de hemel. Zo, dit kan allemaal weg. En ja, Monika, je kan terugkijken. Hij komt gewoon weer op YouTube. Oh, leuk, Esther. Gezellig. Nou, ik heb hier natuurlijk al een leuke basis ondertussen voor mijn shaker. Maar nu heb ik ook, want
dat fabfoil, dat vond ik zulk gaaf spul. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb, ik ga heel even mijn werkblad beter schoonmaken. Ik heb op wit kaartstok heb ik craft tape gedaan. En dit zijn de zeesterretjes en de schelpjes uit die set met het strandhuisje van Yvonne Creations. Deze. Dit is dat strandhuisje wat ik gebruikt heb en waar je een klein stukje van ziet. En ik heb de schelpjes en de zeester gebruikt. Nou, die heb ik op wit kaartstok geplakt. Heb ik tape, zeg maar, craft tape, heb ik op wit kaartstok geplakt. Ik heb hier nog een stukje. En wat je dan doet, je gaat dus, normaal gesproken, als je natuurlijk het craft tape gebruikt, dan leg je dat eigenlijk op de verkeerde kant van je papier. Hè? Want dan, als je gaat stansen, dan leg je je stansje aan de goede kant van je papier, want je gebruikt dan het craft tape om te plakken. Nu draai je het om en dan gebruik je het craft tape, dus je lijmlaag, gebruik je om je foil op te doen. Dus het is precies andersom. Dus als je uitstanst, dan leg je je stansje op het craft tape neer. Nou, ik had even een witte zeester en een... ik had drie uitgestanst, zeester en twee schelpjes. Nou, ik knip gewoon een heel klein stukje af. Ik heb wel al geoefend van de week, dus het is natuurlijk ophoop van zegen. Ik begin even met een... Oh, doe lekker de schelp eerst. Kijk, dat haal ik eraf. Ik kies natuurlijk weer lekker voor die inimini dingetjes, hè. In plaats van voor die grote dingetjes. Kom. Met dit warme weer blijft helemaal alles plakken. Zo. Ga eens los. Nee, we gaan het gewoon anders doen. Ik ga het er gewoon op plakken. Ik hou hem hier met één deel, hou ik gewoon heel even mijn schelpje vast. En dan heb ik hem erop geplakt. En dan had ik ergens nog mijn vouwbeen. Ja. Hop. Voorzichtig, je moet het wel aandrukken, maar wel voorzichtig, hè. Zo, en nu moet ik het er voorzichtig af kunnen halen. Nou, ik trek mijn tape mee. Oh, ik zie het al. Ik zie het al. Ik heb volgens mij precies de verkeerde kant gepakt. Even een schelpje pakken. Ik heb Nathalie de filmpje wel twee keer terug zitten kijken. Dus ik ga ervan uit. Ik denk dat ik ook een beetje te hard ben gaan duwen.
pakt hem. Ik denk dat dat komt omdat hij geëmbost is. Ik ga eens even een andere pakken die gladder is. Het is... ik ga even een andere uitstansen die gladder is. Even kijken hoor. Want dat is een beetje raar. Ik denk dat het komt omdat hij geëmbost is. En dat hij daardoor blijft plakken. En dan pakt hij wel het bovenste laagje. Maar hij pakt niet het onderste laagje. Dus we gaan gewoon even eentje opnieuw uitstansen. Niks aan de hand. Daar heb ik dan helemaal niet over nagedacht natuurlijk. Zo. En anders dan moet ik toch nog in de leer bij Nathalie. Zo. Nou ja, gelukkig zit er genoeg op, hè. Dus we hoeven niet bang te zijn dat we tekort komen. Nou, deze zeester is wat groter. Dus ik haal hem nog even niet helemaal eraf. Want ik doe wel de goede kant erop, volgens mij. En even kijken of dit beter gaat. En anders doen we het zonder, want dan moet ik eerst nog even bij Nathalie in de leer hoor. Hoi Els. Nou, ik ben even aan het stoeien. Ik heb geen idee wat ik nu fout doe. Dan doen we andere schelpjes. Geen probleem, ik heb nog andere dingetjes. Dan ga ik eerst vragen wat ik bij Nathalie fout heb gedaan. Bij Nathalie wat ik fout heb gedaan. Want dat is dan handiger als dat ik blijf dooroefenen. Toch? Dat zal je altijd zien. Even kijken. Ik heb een nieuw stukje. Papier nodig. Zo. Pak ik even mijn mini vriendje weer. Ja, dat, misschien ben ik even te zacht. Ja, dat zou kunnen dat ik het niet hard genoeg erop duw. Dit zal me niet verbazen. Zo, nou doe ik er een. Ik doe een stukje keukenrol ertussen. Zo. En dan embost hij meteen een beetje. Ja, precies, Jolanda. Ik denk dat ik gewoon harder moet duwen. Maar dan ben ik weer bang dat het nog vaster komt te zitten. Zo. Kijk, dan doen we even een. Dan maken we gewoon even een roze schelpje. En dan heb ik hier nog een klein stukje wit.
waar mijn zonnetje net in zat, hè. Leg ik er ook nog even op. Zo. Ik wou hem door mijn Gemini heen doen. Nou, dat gaat niet, hè. Is dat Annemiek? Nou, dan gaan we het zo nog een keer proberen. Dat ik gewoon even harder ga drukken. Ik denk dat ik dan een beetje te zacht aardig ben. Zullen we dat doen? Zullen we het gewoon nog een keer proberen? Ik heb toch niet iemand achter me aan zitten. Lynn die komt om... 8 uur vanavond pas, dus zullen we het nog een keer proberen? Mij maakt het nooit zo uit hoor. Ik vind het nooit zo erg als je... Ja, als er dingen fout gaan, ja, dat kan gebeuren. Nou ja, dan doe je het opnieuw. En het is natuurlijk vaak wel weer zonde van je materiaal. Dat snap ik ook wel. Maar er zit 1 meter op, hè. Dus dan kan je heel wat zeesterretjes mee doen, hoor. Nou, dan gaan we gewoon even harder duwen. Ik denk dat het... idee hebt dat het door het embossen komt. Maar misschien zit ik ernaast. Zit hier, zeg maar, in die zeesterretjes zit een relief. Dus ik heb het idee dat hij daardoor niet helemaal goed pakt. En waar ik mee geoefend had van de week, dat waren gewoon gladde stansjes. Dat was een blad. En die hadden, die hadden niet van die bubbeltjes allemaal. Dus daarom denk ik dat het aan het embosgedeelte ligt. Nee, want hij pakt hem hier ook niet, hoor. Ik denk dat het gladde stansjes moeten zijn. Ik ga het straks aan Nathalie vragen. En dan gaan we de volgende keer, gaan we het gewoon nog een keer proberen. Good afternoon, Carol. Nice to see you. Ja, hij pakt het niet. Dus. Ik doe iets fout. Ik heb wel het idee dat ik gewoon helemaal goed heb aangeduwd. Je ziet, het blijft aan mijn hij haalt het er niet vanaf. Dus ik ga het gewoon aan Nathalie vragen. Strakjes. En dan gaan we gewoon eerst even hiermee verder. Even, ik had een klein zeesterretje. Oh, die waren hier. Zo. Even en een roze schelpje. Ja, dat is de doffe kant, toch? Deze kant, dus die doffe kant, die plak je op. Want als ik daar met mijn nagel overheen ga,
Want bepaalde deeltjes pakt hij wel. Nee, niet warm maken. Deze kant, die moet je opplakken. Want dit is de meestal als je zeg maar iets koopt en je moet iets ergens opdrukken. Deze kant, die glimmende kant. Nou. We gaan het proberen. Voor mij zou dat dus heel onlogisch zijn. Maar. Kijk, want nu. Kijk, als ik er overheen ga. Kijk naar mijn vouwbeen. Zie je? Kijk, nu schraap ik dat spul er gewoon af. Dus dit is de gladde kant. Dus is de bovenkant. Kijk maar. Dus de kant aan de binnenkant van het opgerolde gedeelte. Dus de doffe kant, de matte kant. Dat is de kant die je op je tape moet plakken. Of op je bonding powder. Ja, dus zo heb ik het ook gedaan. De glimmende kant moet boven. Zo heb ik het gedaan. En nu doe ik het andersom. En dan zie je dat dat niet werkt. Even kijken, want nu ben ik het weer kwijt. Nu steeds er. Zo. Doe een C-sterretje. En een schelpje. Die doe ik even gewoon een beetje zo overheen. Even voor de leuk. Ik ook niet, maar ik ga het aan Nathalie vragen. Want Nathalie kan dan zo het stukje terugzien. En dan ziet ze vast wel wat ik fout doe. Ik had deze willen gebruiken, die Heavy Doodle, maar die is gewoon, ja, die is te breed. Die ga ik niet gebruiken, dus ik ga gewoon de foamstripjes gebruiken. Maar dan ga ik er even twee op elkaar doen, want ik wil iets meer ruimte hebben om te schudden, zeg maar. Ja, in mijn ogen doe ik het gewoon goed, maar ik geen idee waarom het niet lukt. Maar dat gaan we gewoon even bij Nathalie neerleggen, onze Fab Queen. Is goed, Annemiek. Dankjewel voor het kijken. Nou, dan haal ik dit er even allemaal af. Want ik ga nog een laagje erop doen. Zo. Dankjewel. En die verspring ik dan even een beetje over de strookjes waar ik zeg maar het aan elkaar leg. Zo. Dat er zeg maar een overlapping is van de dubbele strookjes.
Zo. Want ik wil natuurlijk dat die wat meer ruimte heeft om straks te plakken. Kijk, waar is mijn tafereel? Oh, die is hier. Kijk, deze komt zo meteen er hier op. Kijk, op deze manier. En dan ligt hier natuurlijk onderin nog wat materiaal, wat schutmateriaal. Ik heb wat pareltjes. En deze en deze. En ik ga heel even een paar kleine plakpareltjes even bij de zee doen. Dit is die assortie van die druppeltjes. Volgens mij had Nathalie hem ook gebruikt vanmiddag, vanmorgen. Maar niet te veel, want ik wil niet dat het de rest ga ik gebruiken strakjes aan de buitenkant. Zo, dan heb ik mijn bakje nodig. Ik ga hem even schoonmaken. Jolanda, ja, dit zijn die foamstrips van JJ die ik nu gebruik. En die zijn natuurlijk 2 mm dik. Maar ik wil hem natuurlijk iets dikker hebben, iets hoger, vanwege het schutmateriaal. En dat kan gewoon door ze op elkaar te plakken. En daarom had ik eigenlijk die van Heavy Doodle willen gebruiken. Want die is al 3 mm dik. Maar die is dus te breed. Want die is 5 mm breed. En deze zijn maar 2 mm breed. Dus dan werkt dat beter. Nou, daar ben ik met je eens, Monica. Zo leren we van elkaar, toch? Ik doe een paar pareltjes in, want dan blijft het niet plakken aan elkaar. Dan heb ik de witte Seekins van Nelly Snelle. Of Nelly's Choice bedoel ik. Dat is de SEQ007. En dan heb ik deze, die is van Heavy Doodle met die mooie... roze en brons kleurtjes erin. En dat is de Pink Vis. Die past perfect bij dat dessertpapier van Bella Lulu. Nou. Nu moet ik natuurlijk mijn strookjes eraf halen. En ik denk dat ik er eerst één afhaal. En dat ik even ga lopen... stoeien. Ja, kijk. Even kijken, want volgens mij heb ik hier nog ergens een stukje. Nee, volgens mij is alles er nu af. Kijk, als het goed is heb ik alles er nu af. Even checken voor de zekerheid.
anders gaat het natuurlijk ertussen uitrollen. En dan ga ik dit natuurlijk weer even... Ja. Afknippen. Ik ben alleen nog maar met de voorkant klaar en dan ben ik al een uur verder. Maar goed. Oké. Deze ga ik vast opplakken. Zo. Deze komt zo meteen hier bovenop. Maar ik ga eerst even kijk, er moeten gaatjes in. En die ga ik er eerst even in maken met mijn gaatjesmaker. Even kijken. Dit is wel de grootste. Of pak ik toch liever mijn krokodil? Ik wil wel dat mijn visje er... ja, ik pak de krokodil. Kijk. Ik ga even in al mijn labels een gaatje maken. Die heb ik al overgenomen van mijn mal daar straks. Dat ik hem voorbereid heb. Zo, en dan ga ik even de drie basisdingen eventjes maken. Want dan kan ik jullie laten zien hoe ik hem aan de onderkant ga bevestigen. Dat is misschien wel even handig. Deze ga ik straks opplakken en dan ga ik straks weer mee verder. Dus ik ga nu heel even mijn pockets maken. Een roze. Kijk, dat die was al klaar. Een roze en een blauwe. Die ga ik vast opplakken, want dat kan vast. De twee onderste labeltjes, dat worden leuke pockets. Maar ik vind het dan wel leuk als je met wat met contrasterende kleurtjes werkt. Zo. Dat is een roze ruitje. Dan heb ik de golfjes van Kraftklap even nodig. Want ik ga mijn pocket ga ik een golfje geven. Even kijken, maakt niet zo uit. En dat moet ik eerst even doen allemaal voordat ik hem in elkaar kan zetten. Want als ik dat later ga doen, dan kan ik er gewoon niet meer goed bij.
En dat vind ik zonde. Hier nog een stuk golf. Yes. En zo. Kijk. Nou had ik natuurlijk die witte golf. Ik had hem ook in het wit uitgestanst, de golf. En dan moet ik even kijken, want volgens mij is dit hem. Nee. Dit is hem. Kijk, de pocket wordt dus op deze manier. Dus ik ga nu even kijken welke golf dit is. Volgens mij is dat deze. Ja. Maar ik heb natuurlijk een klein stukje afgeknipt heb. Daar straks moet ik hem wel even goed op maat doen. En ik doe alleen maar het witte randje erboven uit. Normaal doe ik vaak pocket ook helemaal rondom dan weer matten met een randje. Maar dat, ja, dat vond ik nu niet zo heel erg mooi worden. Dus vandaar dat ik het op deze manier doe. Hoi Ellie. Zo. Kijk. Nou, deze die kwam hier, hè, dat was hem. Kijk, dan heb ik gewoon een mooi wit randje boven mijn pocket uitkomen. En dan kan je zelf bepalen hoe hoog je dat randje wil. Die restjes die blijf ik gewoon, die bewaar ik. Want ja, je weet nooit waar ik die nog weer eens voor kan gebruiken. Deze die kwam hier. Ook wel even een stukje naar beneden natuurlijk. Dat die er... mooi achterlangs komt. Zo. Nou, die blauwe gaat bij die roze. En de roze, die gaat bij de blauwe. Die doe ik ook weer met 3 mm tape. Doe ik hem vastplakken. Mijn pocket. Zoep. Dat is 1. Een stukje tape aan mijn schaartje. En dan blijft hij toch een beetje vastzitten. Nou, dan is dit nummer 2. Even aanduwen. Andere ook goed aanduwen. Ik vind het toch altijd weer handiger om dit met zo'n tool te doen. Zo.
natuurlijk wel een beetje zelfs afstand hebben. Ja, kijk. Haak hem er in één keer af. Dan heb ik één pocket. En aan de andere kant bij het ruitje, daar heb ik dan die met die ankertjes. Dat is mijn tweede pocket. Dit is mijn derde. Monica, die blauwe tape, die is sterker. Hij heet ook power tape. Dus hij plakt eigenlijk nog beter als die rode tape. Gebruik vandaag, ik weet niet hoeveel ponsjes, om maar even zo te zeggen. Deze. Die vind ik dan toch weer te groot. Dat vind ik altijd zo jammer. Maar dat geeft niet, hij kan er wel op. Ik wil hem wel even een beetje verstevigen natuurlijk. Oh, wacht. Ik kan natuurlijk ook gewoon dat leuke visje doen. Ik heb natuurlijk visjes. Niet zo handig, hè, man? Kijk, ik had er echt speciaal die visjes van ECD uitgestanst. Nou, die zitten in die reinforcer set, in deze. En dat is de 1812. Er zitten visjes in, tickets. Ja, een beetje koraal is dit, broekzakjes. Wat zat er meer? Herfstblaadjes zaten erin, koffertjes. Superleuke reinforcertjes. Dan leg ik ze alle drie op elkaar. En dan had ik toch net mijn splitpen. Ja, hier. Dan heb ik een wat grotere splitpen. Zo, kijk. Die moet uit elkaar. En dan kan ik hem zo uit elkaar halen als een waaier. Maar ik moet hier natuurlijk ook iets op plakken. En als ik daar natuurlijk ook een vis op plak, dat vind ik niet mooi, want dan zie je dat. Dus ik dacht, ik ga hier gewoon op de achterkant een wat groter cirkeltje plakken. En dan kies ik daar gewoon een leuk printje voor uit. Wat heb ik nog voor een leuk printje? Nou ja, genoeg. Oh, misschien wel leuk om die ankertjes te doen. Ik wil natuurlijk dat die weggewerkt wordt. Kijk. Snap je? Dus dan ga ik daar gewoon met een ankertje. Met een grotere, wat grotere cirkelpons. Ga ik deze dus nu wegwerken. Wel goed aanduwen. En hier komt dus ook diezelfde visjes, die komen dan hierboven ook. Dus, maar die komen dan op allemaal, hè? Dus op elke paginaatje komt dat. Kijk, die vis die kant op. En dan gaat deze vis die kant op. En dan ga ik hem hierboven bij elkaar strikken met een lintje straks. En dan heb ik dus gewoon op deze manier, heb ik eigenlijk, ja, het lijkt wel een soort boekje, zeg maar. Dit is dan een shakertje. Die hier in het midden erop komt. Die kunnen we wel vast opplakken. Hè? Daar kunnen we niet zo heel veel meer omheen plakken natuurlijk. Want ja, dat is bijna net zo groot als mijn label. Maar misschien dat we hier onderaan nog wel even leuk kijken. Kunnen zeggen we...
plak hier nog wel even een schelpje of een dingetje. We kunnen altijd nog wel iets bedenken. En dan is de bedoeling dat hier zometeen... Hier komen dan, dus in beide pockets komen dan twee labels. Het wordt natuurlijk wel kleiner. Dit is eigenlijk de bedoeling van deze mal. Misschien dat ik op de achterkant ook toch nog wel even een... wat ik nu hier heb aan de voorkant. Ik denk dat ik op de achterkant dat toch ook nog eventjes doe. Want dat vind ik wel mooier, denk ik. En dan komt hier natuurlijk ook aan allemaal... Komt hier nog een beetje wat leuks op om te versieren. Maar dit is eigenlijk de bedoeling van mijn... projectje van vandaag. Deze zwemt op zijn kop. Zie je dat? Hij kon helemaal niet die kant op. En als je op zijn kop aan het zwemmen, zie ik. Kijk, kan ik hem nog een beetje draaien? Nee, nou ja. Ga hem straks wel even doen. Blauwe. Bij de roze. Heb ik nog een roze visje. Ja, ik heb hier nog een roze visje. En dan wordt dit toch een blauw visje. Kijk. En dan doe ik aan de achterkant, doe ik dan weer een roze visje. En dan ga ik nog één... een keer die binnenste lijn overtekenen voor de achterkant. Want dat vind ik dan wel mooier. Hier moet dan nog eventjes kijken of ik dit nog even los kan halen. Of dat ik hem omdraai. Misschien kan ik hem nog even draaien, maar dat denk ik niet. Het zit natuurlijk best wel strak. Kijk je wel. Nou. Kijk. Hup. Zwemt hij toch nog de goede kant op. Elke bratenvisje, ja. Dankjewel, Ria. Dus de labels gaan we nog even leuk pimpen. We gaan natuurlijk hier en daar ook nog wat doen. En ik ga toch kijken of het me nog lukt met die... Ik had hier nog dat donkerrood. Dat vond ik ze ook zo schattig. En een kleine zacht roze. Dus misschien dat ik toch nog wel even een heel klein beetje aan de onderkant nog een klein beetje pimp. Zeesterretje. Heb ik nog meer voor leuks. Zo. Oh ja, ik had hier nog een ankertje. Ik had nog een ankertje. Kijk. Zo. Nou, even de buitenkant nog even poetsen. Dan ga ik hem zo meteen eventjes verder pimpen. Kijk hoe schattig. Een shakertje. Met een zeemeerminnetje. Dankjewel, Monika. Ik ga hem zo verder pimpen. En als hij klaar is, zet ik hem even op de foto. En dan Kijk, ik heb hier natuurlijk die plakpareltjes. Die ga ik ook nog wel een paar zo eromheen plakken. Want dat vind ik wel leuk. En de teksten die bij dit kaartje horen, die komen dus allemaal op de labels.
Dus die komen niet aan de voorkant in dit geval, maar die komen op de labels. Thank you, Carol. Ja, dat is leuk, hè, die Malria. Ja. Ik vind echt. Ik had hem nog niet eerder gebruikt. Ik gebruik hem nu voor het eerst. Maar ik vind het zo'n leuke mal. En je kan dit natuurlijk ook met andere Dutch Doobroo mallen gebruiken, hè, maken. Ik heb natuurlijk nu deze Dutch Doobroo mal gebruikt. Maar we hebben natuurlijk nog wel meer van die leuke mallen waar je dit soort dingen mee kan maken. En het is ook niet eens zo heel groot, dus je kan hem ook heel makkelijk opsturen. Dan dank ik jullie voor het kijken en ik wens jullie nog een heel fijn weekend. En vergeet niet om vanavond naar Linda te kijken om 8 uur. Die gaat ook vast weer iets prachtigs maken. En geniet nog even van het zonnetje.